En met dit beroemd geworden Jodie-lied verlaten we de mannen in Bastogne. Over 4 weken, op zondag 20 februari, ziet u de door u gekozen film Die Letzte Brücke. En dan nu voor ons laatste programma van vanavond. Het draait om een cabaretgroep bestaande uit 5 personen die in 1974 de Academie voor Kleinkunst verlieten. Vlinderlichte humor en muziek, dat zijn hun uitgangspunten. Hier is de groep Vangrail. Sint weer is vertrokken en je tandarts weer eens is geschrokken en de vriezen schaatsen op hun sokken, is het winter. Als de sneeuw ligt als een witte deken die de vuilste stad nog doet verbleken en dat duurt dan op zijn minst 2 weken, is het winter. In de winter is het koud en je webert in je jas, maar je opa die vertelt je dat het vroeger nog veel kouder was. Als je ademwolkjes lijkt te stomen en de rijp ligt dik op alle bomen en je 's morgens niet naar bed kunt komen, is het winter. Als de mensen praten over vrede en een arm kindje lang geleden en de klokken luiden om die reden, is het winter. In de winter is het mooi als je goed bent voor elkaar, maar voor grote mensen duurt dat meestal op zijn hoogst tot oude jaar. In de winter, in de winter, in de winter, in de winter. Als je lekker door de sneeuw kunt rollen met een sleetje op het ijs kunt dollen en de stad ruikt naar de oliebollen, is het winter. Als je vuurwerk voor je geld gaat kiezen en je vader heeft niks in te smiezen, tot hij pijn krijgt in zijn trommelvliezen, is het winter. Ja, het rondje. Een rondje. Zeg, Guus, je kan er blind van worden, hè? Hé, wel wegwezen met die dingen. Weggooien. Weggooien. In de winter is het stil, en die stilte die is goed.
Maar de mooiste stilte hoor je als om zeven klappen het niet doet. In de winter, 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 in de winter. In de gezond. Het is altijd reuze spannend wie als eerste overlijdt. Krijgt doorgaans in de kranten het meest publiciteit. Dus rijden ze als gekken hun auto's in de fik en zichzelf naar de knoppen. Nou liever zij dan ik. Eeuw. Het gaat een beetje regenen, nou wordt het interessant. Oh kijk eens even, kijk, daar krijgt er eindelijk een band. Dwars over de weg, daar vliegt er ander tegenop. En kan je vader salto zeven keer over de kop. Die zoeken zich de ziekte naar al wat ik beleef. En de onderlinge wedstrijd die de meeste lijk heeft. Dat is ook een leuk gezicht, ze rijden net zo fanatiek. Schrijfstapel had er eentje tussen het publiek. Al is er zeven mooier en elf zwaar gewond. Ik geniet met volle teugen en ben blij dat ik daarin stond. Oh, sport is zo ontspannend en het houdt de mens gezond. Zaaien te turen naar de horizon en het gras
Hoeveel ik van je aan.
zit een Turk in de trein, naar Zandvoort aan de zee, tegenover hem een meisje, reist de dagen met hem mee. Aan haar make-up is wel te zien dat zij de mannen graag behaagt, en met haar super sexy kleding, het is alsof ze hem vraagt. De overvloed aan vrouwenvlees built uit haar krappe jurk. Zo prikkelt zij de mannen en zo prikkelt zij de Turk. Er zit een Turk in de trein die zich tot nu toe goed gedraagt tegenover het meisje dat de mannen graag behaagt. Maar als hij vraagt of zij wil roken, zegt ze zenuwachtig nee. Ze pakt haar tas, staat op en wandelt naar een andere coupé. Er zit een Turk in de trein. Er stapt een Turk uit de trein. Er loopt een Turk op het perron. Er komt een Turk uit het station. Er loopt een Turk over het naar het strand. Er loopt een Turk over het naakt strand in de zon en hij geniet. Maar als wij kijken of hij kijkt, dan doet hij net of hij niks ziet. Hij heeft zijn ogen goed verborgen achter zonnebrillenglas en hij houdt al zijn kleren aan. Zijn broek, zijn hemd, zijn jas en schoenen uit de jaren 60, zoals mijn vader vroeger droeg. Een Turk hoeft niet bruin te worden, Turken zijn al bruin genoeg. Er loopt een Turk over het naakstrand van Zandvoort aan de zee. Hij koopt voor 60 cent een ijsje en kijkt in zijn portemonnee. Daar zit een foto van zijn vrouw en hij denkt eventjes aan haar. Aan haar gezicht vol diepe rimpels. Ze is pas 42 jaar. Een oude vrouw in zwarte lappen die nu de was doet aan de bron. Hij ziet een strand vol blote wijven in de Nederlandse zon. Er loopt een Turk over het naakstrand, heeft nu lang genoeg geduurd. Ga naar huis toe, hoor een smeerlap, ben je nog niet uitgegluurd. En met zijn handen in de zakken van zijn grijze pantalon loopt die quasi onverschillig weer terug naar het station. Zandvoort aan de zee. Er loopt een Turk op het perron. Zandvoort aan de zee. Er stapt een Turk in de trein. Er zit een Turk in de trein. Er zit een Turk in de trein, uit Zandvoort aan de zee, tegenover hem het meisje, reist uit dagen met hem mee. Johan zijn brood ging eten, had hij eerst goed nagedacht wat er verderop zou nemen. Pindakaas of hagelslag? Hij vond allebei wel lekker. Weet je wat Johan dus zei? Pindakaas of hagelslag, het is vandaag een gekke dag. Ik neem het allebei. En de mensen zeiden nog, Johan, 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 toch. Toen Johan zijn baas ging bellen, ja, omdat hij niet werken wou, toen dacht hij, zal ik nou zeggen dat ik maagpijn heb of een flinke kou? Maar hij stond niet lang in twijfel, weet je wat hij zei? Het is een gekke dag, vandaag verkoudheid en last van mijn maag, ik heb het allebei.
En zijn baas zei hem toen nog: arme Johan toch. Maar toen reed Johan in zijn eend naar Amsterdam in alle haast, zag daar een mooie dame zitten en een mooie man ernaast. Welk van beiden zou hij nemen? U begrijpt wat Johan zei, het is een gekke dag vandaag, ik doe zoiets maar al te graag, ik neem ze allebei. En de mensen zeiden nog: die avond in zijn eend op Rijksweg 13 reed, had hij flink gedronken, iets wat Johan wel eens vaker deed. Langs de weg stond een lantaarnpaal en ook een boom daarbij. Het was een gekke dag, die dag Johan die geen van beiden zag. Hij nam ze allebei. Zijn laatste wens werd aangehoord en ook gerespecteerd. Men heeft hem eerst begraven en daarna, inderdaad. Dames en heren, het lijkt me onderhand tijd om even ons groepje aan u voor te stellen. Ik ben Kees, dat is Guus. Die jongen die er nu niet is, heet Ad. En verder hebben we nog twee meisjes. Ja. Ja, die lijken erg op elkaar, maar je kunt ze uit elkaar houden. Er is namelijk één meisje die heeft contactlenzen. En dat is... dat is Reina, ja. Goed. Gaan we nu verder met ons florissant cabaretprogramma. U begrijpt het, cabaret, maatschappijkritisch, geëngageerd, uiterst links. En nu dus een liedje over de derde wereld. Ik zou wel eens willen eten. Zo. En, ja, dat wel. Ik heb een heel leuk gedaan. Ja, meestal duurt het applaus nog langer dan het liedje. U begrijpt, een goede televisieshow is natuurlijk geen goede televisieshow als er geen ontzettend goede gast in zit. En daarom hebben we nu een hele goede gast om het een beetje op te halen. Hier is namelijk de beroemde zangeres, die u ongetwijfeld allemaal kent, Sonja Uilenhoed. Ik hoor het, een zucht van herkenning gaat door de zaal. Sonja Uilenhoed, niet de minste, hebben we uitgenodigd om het programma een beetje op te vrolijken met wat leuke liedjes. Ik verzoek u haar nu te verwelkomen met een extra hartelijk en dit keer gemeend applaus. Sonja Uilenhoed. Ja. Zo. Dag, Sonja. Dag. Heb jij een paar leuke liedjes? Nee.